Ga maar kijken. Daar zijn je foto's. Goedemorgen! Leuk dat jullie weer kijken naar deze vlog. Het is donderdagochtend en we zijn gewoon heel erg op tijd met alles. Sarah is beneden al klaar en ik ben al klaar. Alleen mijn haar moet ik eigenlijk even doen, maar ik heb eigenlijk geen tijd. Dus dan maar even zo. In ieder geval geen tijd. Laat ik het zo zeggen, ik heb heel veel tijd nu. Eigenlijk, maar die wil ik even anders besteden. Dus dan maar even zo. Even lekker hangen. Ik ga even beneden. Kan ik nog even de vaatwassen uitruimen en zo. En Mila is er net ook al. Marco is nog beneden. En we gaan zo naar school. En het is 8:15. Dus we moeten echt pas zo 25 minuten weg. Ik vind het helemaal lekker dit. Oh, cadeautje. Het is een beetje zwaar. Is het een zwaar cadeau? Ja, het is een boek. Is het een boek? Het is geen boek. Kijk maar. Lees maar aan de voorkant. Moet je vooral lezen wat hier staat. Broodjes aap. Nee, daarboven. Niet broodje aap, maar... Schoolkalender. Maar dat is voor 2000, moet je nog even wachten. Kijk, dat is voor 2020, voor het nieuwe jaar. 366, want het is een schrikkeljaar. Bijzondere, vreemde, sterke, ongeloofwaardige en grappige verhalen en feitjes. Dus elke dag kan je dan een blaadje daar afscheuren. En er staat van de vorige dag en elke dag staat er dan iets op je kalender. Een beetje. Leuk hè? Je bent er stil van. Ik kan hem openmaken. Op YouTube. Nou, daar gaan we weer. En toen zag ik een jongenskat en die ging zo dansen. Klasse. Oh mensen, het is zo koud buiten. Echt, ik ben echt niet gemaakt voor de winter. Ik ga even thee zetten, even opwarmen. Dan heel snel het huis door en dan gaan we weg. We gaan iets heel leuks doen vandaag. Oh, ik ben lekker scherp, zie ik. Dat is beter. Maar dat vertel ik dadelijk wel, want ik ga nu gewoon even opschieten en dadelijk heb ik meer tijd om alles uit te leggen. We zijn onderweg. We hebben echt even heel snel gegeten. Sarah is zelfs nog een beetje aan het eten. We gaan nu eerst een broodje oppikken en dan gaan we naar Zoetermeer. Daar gaan we iets heel leuks doen. Sarah wordt daar een soort van 3D gescand, 3D gefotografeerd. Ik weet niet hoe het... 3D gescand. Ja, maar het zijn dus eigenlijk, weet ik veel, honderden of duizenden fotootjes die tegelijk worden genomen. Van allemaal verschillende hoeken. Dus echt van onder naar boven, overal. Dat laat ik daar allemaal zien. En dan krijg je dus een 3D foto. En vanuit die 3D foto wordt dan met een 3D printer een beeldje van er gemaakt. Dus dat is heel erg leuk. Dat is dus ook... Is het niet bijna aan mijn ogen? Nee hoor. Je voelt er letterlijk helemaal niks van. Je staat er alleen. Je moet alleen af en toe even die seconden stilstaan. En dan maken we er een aantal. En je hebt het al 2 keer eerder gedaan. We hebben het 2 jaar geleden. Dat was net voordat we vlogden. Een paar maanden daarvoor hebben we het gedaan. En 2 jaar daarvoor weer. We hebben dat die 2 keer eerder hebben we dat voor mijn opa's verjaardag gedaan. Dat doen we dus nu ook. Dus het is een cadeau voor mijn opa. 2, 4, 6. Ja. En dan als ik 8 ben. En dan als ik 10 ben. En dan als ik 12 ja. ben. En het leuke is dat we het ook allemaal op dezelfde schaal doen. Dus dan zie je ook de poppetjes, net als Sarah, gewoon groeien. Dus in verhouding kloppen ze dan ook helemaal. Wat het natuurlijk extra leuk maakt. Maar ik laat het dadelijk gewoon allemaal goed zien. En het duurt wel even voor het resultaat er is. Want dat printen, dat gaat gewoon echt wel een tijd overheen. Echt heel mini platte laag. Ja, ja, dat is echt minuscuul elke keer. En... Vorige keren ook, het wordt bij mijn broertje bezorgd. Dus dan kan ik het pas
in december laten zien op mijn opa's verjaardag. En dat vieren we geloof ik 30 december. Dus dan zou het 6 januari pas online staan. Maar het komt dus wel online. En het is echt super leuk. Dus ik zou het in de gaten. En dan kan ik ook, als ik het niet vergeet, die vorige twee ernaast laten zien. Want het is echt, echt geweldig om te zien. Het is echt heel leuk. Echt een aanrader om te doen. Ik wil het ook nog steeds eigenlijk dat we het met z'n drie een keer gaan doen. Maar dat komt er dan weer niet van. Nou, we zijn aangekomen. Nu even naar binnen. En volgens mij kwam nu mevrouw ook net aan. En Orlando is er ook al. Die loopt al met Sarah te kijken bij de deur. Dat is heel interessant natuurlijk. Hier gaat het zo allemaal gebeuren. Cool, hè? Ja. Allemaal kleine cameraatjes. Hier mag ik filmen. En dan kan je kijken. Jij bent je aan het omkleden? Ik ben niet aan het omkleden. Oh, je bent al omgekleed. Bij de handje. Ik ben wel benieuwd eigenlijk hoeveel camera's het zijn. Hier is het veel warmer. Het is een soort zon. Het is ook koud. Constant zon. Op. En dan mag je die kant op kijken. Dan gaan wij daar staan. Nee. Dat is cool, hè? Nee, ik moet niet naar die kant kijken. Jawel. Dat is voor de en camera. En hoe staan dan in die andere beeldjes? Nee. Zal ik eerst even gaan anders? We kunnen ook samen gaan. Wat wil je heel graag dan? Wat had mama gezegd? Je mag van alles, maar je moet zorgen dat je niet wilt je losse vingertjes zo. Jij past niet op mijn beeld. Oom voelt zich Superman, zag je dat? Ik ga even denken wat ik zeg. Nee, Batman. Batman. Ik ga zo even jouw haartjes even, dat je niet zo flappy hebt. Je beentjes zijn wel leuk. Kan je handjes in je zij of je handjes over elkaar? Of een handje? Kan ook zo. Ik vind dat wel mooi. Ik weet niet of mijn handen mooi. We maken een paar kunnen op. En hebben we een mooie lach? Heel mooi. Supergoed. En dan... Ja, die is heel mooi. Ja, heel mooi. Heel mooi. Klein modelletje, hè? Dan moet je heel stil staan. Niet die willen, maar heel stil staan. Helemaal even 1 seconde. Oké? Daar komt ie. Even. En die mooie lacht hier net een beetje tandjes, heb je die? Ah, super mooi. Hartstikke goed van jou. Hartstikke mooi. Er staat er wel heel mooi, mooi bij. Klein modelletje. Oh, zullen we ook zo een foto maken dat je zo gaat staan? Ja, doe maar. Dan maken we daar een foto van. Nee. En doe het zo een beetje eigenlijk zo? Nee. Oh, hoe kan je dan nog meer? Dat je even echt heel anders. Niet je jurkje beet pakken, dat wordt gek. Hou hem vol hoor. Hou hem vast. Hij doet niet leuk mee. Er is hem iets beneden. Hartstikke goed hoor, doe je dat. Daar komt ie, hè? Goed stilstaan, hè? Kan je handjes... Oh, heel mooi. Super mooie lach. Super. Doen we nog een met je tandjes? Waarom heb je dat zien? Nou ja, mensen kijken mensen daarnaar en dan kijken ze een beetje naar voren. Maar dit heb ik, zodat ik een foto kan maken. Als ik op het knopje druk, dan maak ik de foto. Ga maar kijken. Daar zijn je foto's. Het lijkt net op de manier, maar dat zie je niet meer in de 3D-mop. Cool, hè? Nee. Het is allemaal dezelfde foto, maar al die cameraatjes hebben tegelijk jou gefotografeerd. Ja. Die vind ik wel heel leuk. Ik vind die leuk. Ja, dat is dezelfde mop. Het is alleen maar van links of van rechts. Ja. Kijk, die kijkt wel heel mooi. Kijk hoe cool. Dan kan je zien hoe je gaat worden zo. Hoe ver is hij al? Nee, ja, hij is nog niet gemaakt. Hij is alleen nog maar aan de computer hoor. Kijk, maar cool hè. Hij moet eerst op de computer maken. En daarna gaat hij naar de printer toe. Het is wel echt heel cool. Maar ik ben wit. En als ik wit ben, ben ik lelijk. Oh, ja, maar je krijgt, die andere beeldjes hebben toch ook gewoon kleur? Dit is gewoon een vorm van hoe je gaat worden.
Het lijkt eigenlijk meer alsof je van zilver gemaakt bent zo. Een soort... De vorm is wel leuk, maar... Een soort klei. Ja, de vorm is wel leuk. We gaan iets heel leuks doen. Wij gaan naar... McDonald's. Oh, lekker eten. Ik weet ook voor jou is eten. Van de milkshake. Deze is nou, voor jou. Die is voor jou, deze is voor mij. Het verschil moet er wezen. Nou, ik eet over 2 uurtjes. Al bij jou duurt het ook weer iets langer. En jij hebt ook... We hebben ook echt gewoon allemaal patat en kipnuggets. En Sarah heeft een kleine portie. Ik heb een iets grotere portie. En jij doet gewoon asociaal voor 3-in-1, zeg maar. Sinterklaasje, bonnen, bonnen, bonnen. Gooi wat in mijn leeglege tonnen. Gooi wat in de huisjes. We zullen krabbelen als muizen. En dan gaan we weer foto's overzetten, overzetten, overzetten. Echt, ik ben het echt zo zat. Maar goed, het moet even gebeuren. Want ik wil ze niet kwijtraken. Schijnbaar ken ik echt mijn eigen krachten niet. Ik wil net wat openknippen. Kijk wat ik doe met de schaar net. Ik heb hem gewoon gebroken. Echt, hoe dan? Hoe ik dat gedaan heb, geen idee. Maar hij is kapot. Gelukkig hebben we er wel meer. Mag ook, het is al bijna bedtijd. Het is gewoon laat. Ik ga even snel wat eten en dan verder. Oké, ik vind bedtijd. Ik ga lekker naar boven. Bedankt voor het kijken en tot morgen.